Hoi iedereen, leuk dat jullie kijken naar All These Games. Vandaag ga ik verder met The Sims 4, beleef het samen. En Rose is tv aan het kijken en Ruben is gitaar aan het spelen, zoals jullie zien. Ze kijkt heel geconcentreerd naar de tv. Oh, nu moet ze even lachen. Ik weet niet wat ze kijkt. Oh my god. Wat is dit nou weer voor gekke alien film of zo? Oh, nou, toen was het ineens voorbij. Oké, leuk. In ieder geval, Rose gaat naar de wc. Dat vind ik helemaal top. Ik wou net gaan ontbijten, alleen toen kwam ik erachter dat we een probleem hebben. Want ik kan op een of andere manier niet meer bij de koelkast. Kijk, ik zal het even laten zien. Ik klik op lunchen. Tosti. Nou, dan zal je zien. Hier, dan geeft ze aan dat ze er niet heen kan. Maar hier, ze kan wel gewoon hier staan en zo. Oh nee, hier kan ze ook niet meer staan. Kan ze hier niet staan? Jawel, nee. Oké, nou, ik heb geprobeerd dit allemaal weg te halen en zo, maar... dan kan ik hier ook geen nieuwe meubels meer zetten of zo. Je kan geen meubels tegen de muur aanzetten, want dan kunnen ze er blijkbaar niet bij. Nou, ik heb het maar besloten om het te laten staan. En misschien in de volgende aflevering doet het wel weer gewoon, want het deed het eerst ook. Dus waarom zou het nu ineens niet meer doen? Trouwens even ons restaurant openen. Dus ja, dat vond ik een beetje een vreemde situatie, maar oké. Jay die is aan het sporten en hij kijkt een kinderserie of zo. Ik heb geen idee wat hij kijkt. Wacht, als je nou eventjes iets sportiefs gaat kijken. Hier, naar sport kijken terwijl je sport. Nou, als je dan nog niet sportief wordt, dan weet ik het ook niet meer. Kijk, Ruben wordt gebeld trouwens. We hebben elkaar al een tijdje niet gezien. We ontmoeten elkaar bij de Berkenweg. En wordt bij de koffietent wat leuks, vrouw. Je kunt ons daar vinden. Weet ik veel. Wil ik hierbij zijn? Ja, we kunnen het wel doen. Ja, we gaan wel even. Ik heb geen idee wat het is, maar we gaan gewoon. Oh, oké. Het is dus een clubbijeenkomst die we hebben. Nou, dat vind ik ook helemaal top. Rose gaat toch gelijk gitaar spelen. Nou ja, oké. Het mocht ook wel weer eens eigenlijk. Want we doen echt nooit meer een clubbijeenkomst. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik vind het op een of andere manier niet meer zo leuk. En we hebben nu ook zoveel andere dingen te doen. Dus ik weet niet. Ik heb er nooit nog tijd voor of zo. Oké, er zijn die mensen lekker in elkaar. Ik ga eventjes met haar kletsen, want we praten echt nooit met haar. We hebben ook helemaal geen vriendschapsband met haar. Dat is echt raar, we hebben een club, maar we zijn met niemand vrienden. Dus dat klopt ook niet helemaal. Naar carrière vragen. Even kijken, vragen hoe haar dag was. En hoe zit het dan met Rose? Als Rose ook even hierin komt. Hoe zit het dan met Rose? Is zij wel vrienden? Nou ja, zij is wel een klein beetje vrienden. Nou, eigenlijk alleen met Naomi Smeets. Dus misschien moet zij ook eventjes gaan kletsen. Kunnen we nou al nieuwe mensen... Oh ja, er kan nog iemand in onze club. Oh kijk, we kunnen alweer meer mensen uitkiezen. Oké, nou we hebben nu ook jonge mensen die we kunnen kiezen. Marjolein ga ik die uitnodigen. Volgens mij werkt zij in ons restaurant. En volgens mij mag ze ons ook niet zo. Ik ga Lucy Un uitnodigen. Zo, nou die hoort nu ook lekker bij de muziekclub. Is dat niet enig? Even kijken, we gaan eventjes met, hoe heet deze man? Gijs de Jong praten. We gaan een beetje opfleuren en we gaan eventjes een band opbouwen. Nou, krijgen we ook weer wat clubpunten erbij. Niet dat ik daar ooit wat mee doe. We hebben 868 clubpunten. Nou, misschien kunnen we iets gaan kopen dan. Wat is dit? Clubstatus. Sims die lid zijn van een beruchte club zullen ervoor zorgen dat andere Sims vanuit angst op hen reageren. Oh nee, dat is niet de bedoeling. Sims die lid zijn van een populaire club. Bla bla bla. Oh, we kunnen ook een clubhanddruk doen, jongens. Een clubhanddruk. Ja, wat zou onze club... ja, eigenlijk wil ik helemaal geen clubhanddruk. Nee, dat hebben we niet echt nodig eigenlijk. Wat is dit? Ondeugdbonus. Wat geeft dit dan? Dit zal ervoor zorgen dat er een grotere kans van slagen is wanneer Sims vriendelijke sociale interacties gebruiken tijdens een clubbijeenkomst. Oké, vaardigheidsbonus kunnen we misschien wel doen. Iets met muziek of zo. Zullen we dat doen? Piano boost. Deze boost zal de snelheid waarmee jouw Sims de pianovaardigheid ontwikkelen tijdens een clubbijeenkomst verhogen. Nou, ik ga dat gewoon doen. YOLO, ja, ik moet toch ergens een keer mijn clubpunten aan uitgeven. Oh, we hadden nog veel meer. Oh, we konden dit ook nog allemaal doen. Oh joh, kijk, hebben we dan ook iets met muziek of zo? Oh nee, we kunnen bijvoorbeeld wel een geïnspireerde clubstemming doen. Oh, dat is ook wel goed. Dat ga ik ook doen. Ja, ik weet niet waarom. Oh, we kunnen ook een... Oh, we kunnen ook kleding en zo doen. Oké, maar dat ga ik niet nu doen. Maar we hebben nu wel een geïnspireerde club iets gekocht of zo. Dus blijkbaar voelen we ons nu geïnspireerd als we in de club zijn of zo. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Ik ga wel gewoon eens naar de muziek luisteren. Ja, ik weet het verder niet hoor. Oh, de kinderen zijn weer terug van school. Nou, dat is allemaal super.
Nou, iedereen is muziek aan het spelen. Hartstikke leuk. Ik heb eigenlijk nu alweer genoeg van de club. Oh, we moeten eigenlijk wel eventjes viool spelen. Dat doen we niet zo vaak meer eigenlijk. Hier, en Ruben heeft ook een eigen gitaar, hè? Hier, dan kan Ruben ook eventjes... Ga je Ruben maar eventjes liedjes zingen? Ik weet niet of hij kan zingen. Nou, daar gaan we nu achterkomen. Oké, het zal. Er gaat echt zoveel geluid door elkaar. Ik word toch helemaal gek. Nou, Rose, ga jij eens eventjes lekker viool spelen. Hoe ver is hij eigenlijk met dat niveau? Met de violenniveau. Violenniveau, dat klinkt heel gek. Niveau 7. Oh, maar dat is best wel redelijk. Dat is eerlijk gezegd best wel hoog, toch? Ja, dat is best wel goed eigenlijk. Nou, ik vind het helemaal top. Nu vind ik het wel weer genoeg. Ik ga eigenlijk denk ik even bij ons restaurant kijken. Om te kijken hoe het er in ons restaurant naartoe gaat. Ik heb geen idee of het daar verder goed gaat en zo. Dus daarom ga ik maar even kijken. Nee, ik hoef niet al die mensen mee te nemen. Kunnen we wel weggaan als we een clubbijeenkomst hebben? Ja, vast wel toch? Ja, ik ga gewoon weg. Zo. Oh, ja. Naar ons restaurant toe. Nou, we zijn bij ons restaurant. Volgens mij gaat alles hier verder wel goed. Er zijn niet echt klanten. Zo. Mijn stem net even gek. Er zijn verder niet... Ja, deze klanten zijn er. Maar waarom staan we? En waarom zitten we niet gewoon op een plek? Dat snap ik dan weer niet helemaal. Maar oké. Okay. Oh, ze zitten wel. Oh, oké. Okay, ze gaat al zitten. Nou, dan kan Rose al eventjes Evie Freeland begroeten. Zo, die is natuurlijk ook hartstikke welkom. Maar volgens mij gaat de beoordeling van ons restaurant wel omhoog. Oh my god! Nee, dat ben je niet. Ja, hallo de ballen. Kijk, en dit bedoel ik dus met als je een oudere sim als kok neemt, dan gaan ze gewoon ineens dood. Ja, dan heb je geen kok meer. Dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen met je kok. Oh my god. Oh my god, dit is echt zo stom. Waarom nou? Arme vee. Ze zat zelfs in onze club. Oh nee, majeurakkoorden. Dat is niet onze club. Hè, is er nog een muziekclub dan? Blijkbaar wel. Majeurakkoorden. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar blijkbaar is er nog een muziekclub. Ik heb het hier ook echt over een muziekclub. Terwijl er iemand doodgaat. Heel leuk. Nou ja, nu hebben we heel de avond jankende gasten. Ook helemaal top. En we moeten weer een nieuwe kok inhuren natuurlijk. Sluiten. Nee, ons restaurant blijft lekker open. Oh, maar nu hebben we ook een urn in ons restaurant. Nou, dat is leuk. Het restaurant niet functioneren. Nee, dat snap ik. We hebben geen kok meer. Oké. Ik neem de urn wel gewoon mee. Ik heb geen idee. Ik ga hem niet hier laten staan. Maar oké, we moeten weer een nieuwe kok gaan aannemen dan. Kijk, en dit haat ik ze. Oh, wacht. We kunnen nu ook nieuwe mensen uitkiezen. Kijk, het zijn bijna allemaal ouderen die we kunnen kiezen. Nou, je hebt gezien wat er al gebeurt. Dan gaan ze dood. En nu moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Oké, maar ik ga voor... wie zou ik als kok kiezen? Erika of Marco? Wat is leuk. Ik weet het niet zo goed. Ik ga voor Marco, denk ik. Ja, hupsakee. Nou, Marco die mag gelijk komen. Maar ik ben ook echt bang nu dat onze host, Wieger... Ik weet niet waar die is. Oh, die loopt daar. Ik ben ook echt bang dat hij nu dadelijk doodgaat. En dan moeten we weer een nieuw iemand aannemen. Maar oké. Dit was het avontuur weer. Magere Hein zit hier ook nog gezellig. Dus ik ga even een vrolijke kennismaking doen met Magere Hein. We gaan gewoon eventjes gezellig met hem kletsen. Hier, hij voelt zich zelfs flirterig. Nou, wat wil je nog meer? Hij voelt zich gewoon lekker flirterig. Misschien kunnen we nog even met hem flirten. Nee, dat ga ik niet doen. Maar oké, wel gezellig dat hij er ook is. Oh, maar deze mensen zijn niet zo blij. Oh, maar dat is niet mooi. Ik wou dat ze hier vriendelijker waren. Nou, dan ga ik jou wel even welkom heten. Hopelijk zijn ze dan weer blij. Hebben we deze mevrouw al welkom geheten? Nee, we gaan wel eventjes bij haar tafel kijken. Zo, en wie is dit? Oh, dit is een culinaire recensent. Oh, maar dat is zo iemand die dan een cijfer gaat geven. En recensies. Dus die moeten we wel eventjes goed welkom heten natuurlijk. Ook al zit ze niet eens aan de tafel, maar oké. Even kijken hoor. Ja, hallo, kan iedereen misschien gewoon op zijn plek gaan zitten in plaats van overal rondlopen? Echt zo irritant. Ik bedoel, ga gewoon zitten. Ik bedoel, hoe moeilijk is het nou? Als ik in de restaurant ben, ga ik gewoon niet overal zomaar staan en lopen en weet ik veel wat ik ga doen. Wat een gekke mensen zeg. Kijk, nou ja, iedereen zit echt maar gewoon overal en nergens. Ik snap er helemaal niks van. Maar onze nieuwe kok is al aan het werk. Het is wel een lekker ding, dus dat komt goed uit.
Ik ga wel eventjes voor training betalen. Want dan wordt hij gelijk wat beter natuurlijk. Dat is wel goed, want hij moet natuurlijk nu weer eventjes beter worden en zo. Offside training, is er een hindernisbaan? Nee, niet vertellen. Ik wil dat het een verrassing is. Oké, nou ja, je gaat een kokstraining doen. Ja, nou dat is het. Wat gaat Ruben doen? Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, wij gaan weer naar huis. Ik heb het alweer gezien hier. Heel sneu wat er is gebeurd, maar we hebben weer een nieuw kok, joh. Komt allemaal gewoon helemaal goed. We gaan lekker naar huis en dan gaan we even kijken hoe we gaan eten. Want onze koelkast werkt natuurlijk niet. Oké, nou, Roos en Ruben zijn nu weer dagenlang aan het rouwen. Of hoe lang duurt dat? 2 dagen. Nou, daar heb ik dus echt geen zin in, maar we kunnen er niks aan doen. Kunnen we niet pizza of zo bestellen? Is dat niet leuk? Want we hebben natuurlijk, we kunnen de koelkast niet gebruiken. Dus was het misschien wel leuk om pizza te bestellen. Ik weet echt niet of dat überhaupt kan. Misschien als we... Ja, wacht even hoor. Mee uitvragen. Nee, dit is het allemaal niet. Een dienst inhuren. Ik denk dat het een dienst inhuren is. Hopelijk kan het. Oh ja, hier. Pizza bezorging. Nou, dan gaan we dat even doen. Oh, mag ook nog zelfs een pizza kiezen. Nou, ik wil lekker een pizza salami voor 25 cent dollar. Lekker duur. Zo, nou, we gaan lekker een pizzatje bestellen, jongens. Is dat even enig? Kunnen we toch nog wat eten? Want, de koelkast doet het niet. Hier, Elise gaat alvast even haar huiswerk maken. Je pizza is onderweg. Nou, dat is fijn. Waarom staat Dylan helemaal hier? Amin, ga naar huis. Oh, The Sims 4. 100 uur lang spelen. Oké, ik krijg blijkbaar ineens die prestatie. Terwijl ik The Sims al langer dan 300 uur heb gespeeld. Maar oké, bedankt Sims voor de... de award. Of hoe je het ook maar mag noemen. Even kijken. Is Jay nog steeds aan het sporten? Die is echt al super lang. Oh nee, hij zit op de glijbaan. Oh joh, hij zit op de glijbaan. Nou, hij mag voor mij wel even glijden. Heb ze KGR maar even lekker glijden. Oh. Een kunstige glijpartij. Nou, ik ben benieuwd. Oh, de pizza is er, jongens. Zien jullie de pizza daar links of rechts in de hoek? Oh, waarom... Even kijken hoor. Ik weet niet waarom ze hier aanbelt. Pizza accepteren. Nou, dat ga ik dan maar even doen. Of, nou ja, ik weet niet waarom ze hier staat. Want dit is helemaal niet onze voordeur. Maar dat maakt niet uit. De pizza komt eraan. Het gerucht gaat dat er een topfeest gaan. Dus dan heb je pech. Want ik ben er vandaag niet bij. Want ik ga lekker pizza eten. Hupsakee. Zo, nou, we nemen onze pizza aan. Van deze mooie mevrouw. Kunnen we er weer niet bij? Ja, waar kunnen we wel bij? Oh, oké. Ik ga hem eventjes in mijn inventaris plaatsen. Zo, en dan zet ik hem boven neer, want ik wil niet dat de pizza beneden staat. Zo, hier is die. Nou, jongens, kijk eens aan. De pizza is gewoon gearriveerd. Een punt pakken. Nou, we gaan even lekker een punt pakken. Oh, Ruben heeft alweer hamburgers of zo zitten bakken. Ik heb geen idee. Maar, wat is er gebeurd? Kunstastrofe. Oh nee, hopelijk heeft niemand dat gezien. Dat kunst ging spectaculair verkeerd. Oh, hij deed blijkbaar de verkeerde kunst of zo. Ik heb geen idee. Dylan kan ook nog even een stukje pizza eten. En Elise is keihard bezig met haar huiswerk. Die door het toetsenbord heen gaat, blijkbaar, zo te zien. Helemaal leuk. Wilt Elise ook nog? Ja, ik ga Elise ook gewoon wat laten eten. Oh, ze mag niet eens eten. Mogen kinderen serieus geen pizza eten, jongens? Like, die kinderen missen dan echt wat. Want pizza is B. Kom op, pizza is B. Waarom mogen de kinderen geen pizza eten? Dat is wel echt heel sad. Maar, oké, Roos en Ruben hebben in ieder geval wel lekker wat te eten. Dus dat is hartstikke mooi. Ik weet niet wat hij... Oh, waar is Dylan? Hè, waar is... Oh, hier komt Ruben al aan. Ik dacht al van, hè, waar... Ik dacht heel even dat dit Ruben was, maar dat klopt helemaal niet. Maar Dylan, die lijkt zo erg op Ruben. Dus daarom dacht ik dat eventjes. Nou, wel een beetje jammer dat Roos en Ruben nou weer aan het rouwen zijn en zo. Maar ja, Elise was trouwens even aan het bellen met Ronald. Oh, en nu zit ze te gamen. Zoals jullie zien. En ik denk dat het voor Elise al bedtijd is. Ik denk het wel, want ze is best wel moe. Dus waarom zou ze dan niet gewoon lekker gaan slapen? En ze was het zelf ook al van plan. Nou, dat is helemaal mooi. Als Dylan nou even opschiet met zijn pizza. Want die moet nog huiswerk maken. En zijn huiswerk is weer verdwenen. Nou, helemaal super weer. Oh, wacht, het huiswerk ligt gewoon hier. Nou, dat scheelt. Gaat Roos nu al slapen? Of gaat ze... Oh, ze gaat het uitgillen. Ja. Ja, ik zou ook verdrietig zijn als mijn kok doodgaat. Je hebt je pizza niet in ontvangst genomen. Daarom heb ik je 25 euro rekening gebracht. De pizza heb ik maar buiten neergelegd. Zodat de mieren er nog wat aan hebben. Oh my god. Ja, hallo. Ik kon de pizza niet aannemen. Nou, nu hebben blijkbaar de mieren de pizza op. Nee hoor, maar
We hebben gewoon zelf de pizza natuurlijk lekker op. Alleen, ja, ik weet niet. Ging die helemaal goed. Even kijken. Roos, ik ga dus even een keertje met iemand kletsen. Dat vind ik wel eens even enig. Met haar broer misschien. Haar broer is natuurlijk Mitch Wilson. Nou, gaan hun even lekker kletsen. Ik weet niet, volgens mij doen ze dat niet heel vaak. Dus dat mag ook wel eens gebeuren. Ruby gaat even naar de wc. Oh, Jay gaat al slapen. Nou, wel trusten Jay. Was gezellig. Ik lag te slapen. Oh, Mitch lag blijkbaar al te slapen. Nou, sorry Mitch. Het spijt me zeer. Oh, Jay gaat wel slapen. Oké. Nou, Ruben, als jij nou even lekker in bad gaat. Even lekker bijkomen van de schrik van vandaag. Van dat onze kok is overleden. Dat is natuurlijk niet fijn. Je restaurant begint geld te verliezen. Ja, joh. Stinkrestaurant, hupsakee. Nou, we hebben vandaag 31 euro verloren. Nou, is dat even fijn? Helemaal top. Even kijken. Ik ga de pizza opbergen in de koelkast. Waar we niet bij kunnen. Zit Ruben nou letterlijk echt te spelen in bad? Oké, ja, dus. Nou ja, dat kan ook nog. Ja, het is maar waar je zin in hebt. Waarom doet hij zijn huiswerk nou weer hier? En waarom niet op zijn eigen kamer? Ik snap dat niet. Ik heb trouwens nog steeds niet zijn kamer bijgewerkt. Want hij heeft nog steeds een kinderkamer. Ik weet het. Ik moet het nog steeds doen. Het spijt me zeer. Maar ja, het komt wel. Oh nee, er is niet weer een monster, hè? Oh my god. Oh, het monster komt echt te vaak gewoon. Echt te vaak. Nou, dan gaan we Ruben maar weer wakker maken. Potverdrie zeg, wat een drama. Ja, er woont weer wat vreemds onder de bed. Nou, oké. Ruben komt er alweer aan met zijn sproeiertje. Zo. Is het monster weg? Of het monster? Ja, het is maar een octopus. Monster van het bed besproeien. Nou, helemaal top. Hij is weer weg. Ruben kan weer lekker verder slapen. Heeft Dylan nou zijn huiswerk afgemaakt? En dan kan... Nee. Maak je huiswerk nou eens af, joh. Potverdrie. Hier, en Elise, jij gaat weer lekker slapen. Want het is allemaal weer gekkigheid wat hier nou aan de hand is. Dylan, schiet op met je huiswerk. We hebben niet heel de dag de tijd. Nou ja, hebben we wel. Maar ja, ook weer niet. Want ik neem aan dat je ook nog wel gezellig wil slapen. Nee, we gaan geen muziek aanzetten op het balkon. Uit met die muziek. Hupsakee. Nou, gaan nog even naar de wc. En dan gaan we naar slapen. Hier zit ook gewoon weer lekker helemaal te pingelen. Zo van yeah. Oh yeah, leuke muziek. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is verdomme 2 uur 's nachts. We gaan slapen. Is hij helemaal van de pot gerukt? En waarom blijft het boek nou weer open liggen? Ik heb letterlijk geen idee. Maar Dylan gaat eindelijk lekker naar de wc. En dan gaan we eindelijk lekker slapen in onze mooie kinderkamer. Die ik nog steeds niet heb bijgewerkt. Het komt goed, jongens. Ik ga het binnenkort doen. Ik hoop het. Ik beloof het. Als ik het niet vergeet. In ieder geval, iedereen ligt weer op bed. En dat betekent natuurlijk weer... Niet iedereen ligt nog op bed. Nu wel. En dat betekent natuurlijk weer dat dit weer het eind van deze aflevering was. Dus doe natuurlijk weer een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye.